eigenlijk staan ze hier al honderden jaren. Alleen het probleem is, de tulpenregio die is altijd geclaimd door een andere regio, Zuid-Holland. En ja, CBS heeft nu aangetoond dat wij gewoon de grootste bollenarsenaal hebben van heel Nederland. En wij zijn te bescheiden met elkaar hoeveel gave dingen wij hier te doen hebben. Nou, ik denk dat het toerisme hier in de kop van Noord-Holland nog lang niet totaal uitgenut is. We kunnen hier veel meer mensen laten zien hoe prachtig, wijd en groot het hier is. Nou, dit is toch prachtig? Gaan we de komende jaren extra toeristen trekken, denk je? We trekken ze al. De cijfers tonen het al aan. Afgelopen weekend hadden we 1800 bezoekers op onze website op één dag, waar de helft Duitsers van zijn. Op onze tulpencampagne, aansluiten op onze tulpencampagne. Nou, we krijgen hier 5.000 tot 6.000 toeristen per seizoen. Dus ja, in het buitenland zijn mensen nog veel gekker van tulpen dan wij. Die kijken wat mooi. Wat hoop je dat er gaat gebeuren? Nou, de bestuurders hebben besloten om 500.000 per jaar in de marketingactiviteiten te stoppen van Holland boven Amsterdam. Dat ondernemers erop gaan aanhaken, ook gaan investeren, een paar honderd euro gaan inleggen gezamenlijk. Landingspagina maken, cijfers en boekingen, want we willen boekingen, we willen geld verdienen. Als nou iemand weet wat je kan doen met die tulp, dan ben jij het. Wat doe je allemaal? Ik geef rondleidingen in de tulpenkas en als ze buiten in bloei zijn, neem ik de mensen mee het veld in. Vandaag vliegen we met een helikopter over de tulpenvelden. Weet je, we zien zelf ook niet meer wat voor moois we hier hebben, in wat voor mooie omgeving we wonen. Ik krijg mensen uit België, die komen voor één nacht op onze camperplaats. En die blijven uiteindelijk 4, 5 nachten, omdat ze hier zo lekker kunnen fietsen. Ja, dat vinden wij allemaal al heel gewoon.